is zover. Oh my god. Mijn vlies zijn gebroken, jongens. 8 dagen te vroeg. Nou, het is vandaag de dag dat Jules gaat bevallen. Ik ga denk ik ook weer zo huilen. Ja hoor, het komt al. Ik ben alleen maar aan het huilen. Omdat ik ook zo niet kan wachten op dit kleine jongetje. Oh my god, Mike appt gewoon net een half uur in het ziekenhuis als ze aan het persen is. Oh my god. Dit is Rocket. Onze lieve Rocket. Dit is toch het allerliefste wat je ooit hebt gezien. Welkom weer bij onze nieuwe vlog. Daar is hij dan eindelijk, de Rocket vlog. Deze vlog had een teken van Julie haar bevalling. Van de vliezen breken totdat ze naar het ziekenhuis gaat. Ik heb zoveel mogelijk voor jullie proberen te filmen. Zelfs terwijl ik in de auto met perswee zat. Dus ja, echt ongelooflijk. Tot een huilende Marie. Ja, dat ben ik. Ik weet eindelijk hoe Julie zich voelt. Ten eerste wil ik jullie onwijs bedanken voor alle lieve berichtjes onder onze post. En over Rocket en alle vragen hoe het met mij gaat. En die ga ik allemaal beantwoorden voor jullie in deze vlog. Dus, blijf liken en abonneren en blijf ons volgen. We hopen jullie deze vlog heel erg leuk vinden. Mijn nieuwe vlogcamera heeft echt super mooi beeld, Mike. Maar ik heb een soort van waas over mijn gezicht. Hij maakt mijn gezicht glad. Dat heb ik niet ingesteld. Hoe stel je? Nou, wel een top dingetje. Oké, nou, ik zit nu op de bank. Het is vandaag 3 februari. Ik ben 12 februari uitgerekend. En ik heb nu elke week zo'n verloskundige afspraak. En ik sta echt op ontploffen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik denk het wel. Zien jullie? En ik word nu echt... Ja, dik is niet het juiste woord. Maar gewoon... Het staat bol, het staat strak. Het is beurs. Hij schopt tegen mijn ribben aan. Dus ja, laatste loodjes. Dus ik heb nu deze vlogcamera. En ik ga jullie meenemen in de laatste week van mijn pregnancy. Oh my god. Vliezen zijn gebroken. Mike. Ja. Nou, dit is wel serieus shitload. Ik word opeens wakker en ik denk, oh my god. En ik ben hier nog gelekt ook. Ik ga me nu snel make-uppen. Oké, dit is bizar. Mijn vliezen zijn gebroken. Oh, Mike, ook nog in een shirt van jou. Mijn vliezen zijn gebroken, jongens. Het is zover. Oh my god. 8 dagen te vroeg. 8 dagen te vroeg. Hier ligt er iets. Waar ben je? Ik kan jouw gezicht helemaal. Oh, het ligt ook nog hier, Mike. Waar? Hier, je moet het even droog deppen. Waar ligt het? Het ligt overal. Je moet even. Stiek. Je moet even een handdoek pakken en dat gewoon recht, zo recht leggen. Oh, ik had hem, ik had. Iets bizar. Ik kom steeds vlug water uit me. Zelfs wat mij had. Oké, nu dus. Oké, ik zit op de wc. Mike moet mij haar nagels lakken. Ik heb dat nog als enige niet gedaan. Ik heb mijn haar geveund zelfs. Mijn benen geschoren, spreed en opgeruimd. In dat opzicht ben ik er wel klaar voor. Make-upje een beetje gedaan. Zo'n beetje? Ja, dankjewel schatje. Oh mijn god, hij komt er gewoon aan. Wat zeg je? Ik heb geen mens. Nee, dan niet schat. Maar dat, ik kan je dan niet zo goed zien. Dat is wat ik zei. Oké, dat is mijn buik. Ik zit op de wc. Als iemand nog niks door heeft, is het stinky. Die ligt op de handdoek waar ik mijn vluchtwater is gebroken. Wil je ook nog iets zeggen of lukt dat niet meer? Ja, tuurlijk. Heb je tekst? Hm? Heb je nog wat tekst erbij dat we onderweg zijn naar Amstelveen? Alle ziekenhuizen zijn vol. We zijn nu onderweg naar Amstelveen. Alle ziekenhuizen zijn vol. Zelfs als Marie, shock. Corona. Tja, hoe grappig. Zelfs als Marie. Ja. En er rijdt iemand voor die zich echt aan de regels houdt. We zijn nu een half uur in de auto. Jo doet het heel goed. Oh, precies een beetje. Oké, girls, het moment is aangebroken. Jullie denken, hoezo heb jij blauw aan? Nou, het is vandaag de dag dat Jules gaat bevallen. Ik weet niet pas hoe Jules zich voelt. Ik ga er nu ook weer zo huilen. Ja hoor, het komt al. Hazes waren de... Jezus. Adem in.
6:30 waren de vlies gebroken in de ochtend. Het is nu 4 februari. Het is 12 februari uitgerekend. Dus gewoon echt te eerder. Gewoon 8 dagen. Om 11:30 had ze 7 centimeter ontsluiting. Echt, ik vind het echt bizar. En ze wilde dan toch eigenlijk eerst thuis. Omdat we vanwege corona mijn moeder niet bij wilden zijn. Maar ze vond het toch wel een prettiger idee in het ziekenhuis. Dus zelfs als ik, je raadt het niet, waren bijna alle ziekenhuizen vol. Dus jullie denken, wat hoor ik voor geluid? Dat is een stomme, zijn hier bezig buiten. En ze is nu onderweg naar Amstelveen. Ik zit hier echt met zweetende oksels. Ik heb Livia. Hi. Het is dat ik Livia heb. Dat ik even afleiding heb. Maar ik vind het echt heel heftig. Ja. Dat hij gewoon nu daar zit met Mike. En weer dat ze pijn heeft. Jules was heel boos met mij. Maar ik ben alleen maar aan het huilen. Dat ik ook zo niet kan wachten op dit kleine jongetje. En Romee is ook nog onderweg naar mij. En die redt het ook niet thuis. Is ook kapot zenuwachtig. Ik hoop maar dat alles goed komt. En het gaat al zo snel. Ik denk straks... Is hij op dezelfde tijd geboren, 11:45. Och, ik vind het echt niet normaal. Hé, Livia, je krijgt gewoon een broertje. Ja, een broertje. Ja. Oh, ik vind het niet normaal. En ik wilde Livia ook iets blauws aan doen, maar ik heb niks blauws. Oh, adem weer naar hem uit. God, kleren zeg. Spannend. Ik hou jullie op de hoogte, zodra ik meer weet. Zodra ze is bevallen, rijd ik naar het ziekenhuis of meteen naar de thuis toe. Ik heb wel buikpijn van. Ik moet even Livia schoonmaken. Ik vind het echt niet normaal. Ik zit al sinds 6:30 wakker in bed. En ik heb nu pas de camera gepakt, omdat ik gewoon... Ik was helemaal verdoofd. Alleen maar spanning, zweethandjes zit ik achter mijn telefoon. Ik zie je voet omhoog, ik vind de billen even schoon. Oh, ik kan ook echt niet helder nadenken. Bleh. Oh, wat zo mooi. We hebben hier zo lang op gewacht. Bleh, ik word helemaal gestrest. Livia. Livia heeft niks door. Nee. Ik ben zo gestrest, Livia. Gaan we jongetje zien? Oh. Oké, jongens. Denk aan jullie. Denk aan ons, bedoel ik. Dus ik neem jullie mee. Oké, zoals jullie weten, ik heb net haar drie verschillende outfits aangetrokken. Ah, sorry, Livia. Is je dol op tijger, dus ik heb nu tijger aangegeven. En een touch of blue met een mutsje straks voor buiten. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Hij is hier bijna. Ja! Brr. Ja! Yes. Oh my god, Mike appt gewoon. Het is 11:30, ze is net een 30 in het ziekenhuis als ze aan het persen is. Ja, ik dacht het. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. We zitten in een groepsapp, heeft ze aangemaakt, ook met Mike's ouders en familie. Jill is nu hard aan het persen, gaat goed. Ik kan het niet geloven hoor. Oh, moet ik zeggen of ze het wel filmen? Nee, dat zou Jules denk ik nog wel zeggen. Oh my god. Ik weet het ook even niet hoor. Ik ben helemaal flabbergasted. Ik heb gisteren ook spraytan gedaan. Ik zie dat het helemaal fout is gegaan. Kijk die lijn. Ah. En hier ook allemaal. Nou, beter dan mijn witte hoofd. Oh my god. Romee is aangekomen. De zwesters zitten hier met z'n tweeën op de bank. Op het puntje van de bank. Oh, niet, totaal niet relaxed. Maar niks gegeten. Het is 11:30. En jij hebt helemaal niks door. Nee. Oh my god. Jules is goed aan het persen. Ze heeft niet eens pijnbestrijding gehad. Nee. Ze wilde dat heel graag. Zo'n morfinepomp had ik ook gehad. Maar dat heeft ze helemaal niet, denk ik, niet eens kunnen. Nee, dat hebben ze niet kunnen. Zo, dat kan niet. Nee, toch? Jullie weten toch hoe lang het duurt? Nee, bij mij was het al bijna niet meer mogelijk. Nee. Pas 7 past. Ze geven het ook niet meteen als je daar bent. Ze gaan niet je hartslag meten. Ze zegt toch dat ze gebeld heeft van tevoren. Van ja, maar ze gaan eerst je hartslag opmeten. Ja. Dus dat duurt veel langer. Ze gaan eerst je hartslag opmeten of de baby wel goed is voor die morfine. En dan... Holy shit. Ze rekken het ook een beetje uit, bij mij ook. Oh, we hebben Frans vandaag ons jongetje. Gewoon 4 februari. Weer een 4. 4 februari. Jezus, wat is het heftig. Nu weet ik pas wat Jules bedoelde als je niet op de hoogte wordt gehouden. Ja, erg hè? Ja. Ze is al aan het persen. Nou, ik hou je op. Ik vind het echt niet normaal. Ja. Mijn hele telefoon is van slag. 10:30 ging ze naar Amstelveen rijden, dus was er 11:00, dus nu al aan het persen. Ja, Frank. Dat is niet normaal. Oh. Mama, ik denk dat als papa er is, dan is hij er al. Ja, Stinky moet nog gebracht worden naar ons. Ja, dat denk ik wel. Ik ben er niet doorrijden. Is het ook wel een matje? Hier, ik heb het goed gedaan, Jules. Hallo. Hallo, de hele wereld. Hallo, hoe doe ik het? Kijk nou. Hier.
kleine tandje. Bleh. Dat deed hij al in de echo. Misschien koud heeft hij het. Hij is meteen stil. Ja. Mannetjes. Ik hoor twee mannen nu. Hey. Kleintje. Hallo. Ik ga weer borstvoeding even proberen aan deze kant, denk ik. Oké, wat ben je aan het doen? Hij drinkt. Ik zie jullie vier. En wij zitten in een broodje kaas. Hé? Kijk hem nou. Wat is hij gaan drinken? Ja. Dan ben je aan het slapen of zo. Nee, ze zijn aan het drinken. We zijn wachten tot ons FaceTime, want ons jongetje is geboren. Ik zit zo op de bank. Bel me. Als ik dit bij Sjoel had gedaan, een foto gestuurd en dan niet FaceTime, had ze me vermoord. Serieus. Maar ik vergeef je. We dachten eerst even dat het net dezelfde tijd als Livia zou geboren worden, 12:19, maar het was 11:53. Ja. Meneer, heeft hij niet 11? Ja, volgens mij wel. 11:58. Hij is geboren. Oh, het is zo'n mooi baby. Hij is zo mooi. Brede lippen. Oh. 57. Dus waarschijnlijk was hij er natuurlijk dan wel geboren al, dus misschien... Ja, ik weet zo. 4 februari. Hey Gamba, jij weet ook net of er niks gebeurd is. Romee is ook flabbergasted. Ik ben een wrak. Het moet nog een hele dag. Ik heb het gevoel of het avond is. Nou, FaceTime. Ja, Frank, ik weet het. Kom maar. Ja. Oh. En mama zit daar in de kantine met papa te wachten. Zijn jullie druk? Voel je het of zo? Is onze kleine jongen is jullie? Oh, de trap is weg. Ik wil iedereen gelijktijdig. Oh ja, ik doe het wel meteen eerst, toch? Oh, jongens. Moet ik het doen? Want die van jou is toch raar? Kun jij iedereen toevoegen? Gewoon zo. Ja, maar daar zit Mike toch niet bij? Oh nee. Dus Mike is telefoon. Nee, dan hebben we de Big Day. De Big Day. Nee, die. Nee, kut. Oké. Okay. Joe. Waar zijn ze nou? Ja, daar zijn ze. Nou, liefjes. Hey. Ja. Jules, heb je helemaal geen pijnbestrijding gehad? Nee. Super goed. Maar wie lijkt hij nou? Weet niet. Mike. Gefeliciteerd. Dankjewel, jongens. Wat een kleine schatje. Kijk hoe klein hij is. Ach, gossie. Wat een haar. Hij heeft wat donkere haartjes. Oh, wat een schatje. Heel goed gegaan, niet normaal. Hoe gaat het? Jezus. Oh, jeetje. Wel goed gedaan, mijn meisje. Oh, kijk hem lachen. Heel goed gedaan. Wat moet je doen? Oh, hij is gedacht. Hij lacht nu al naar de camera. Jezus, Jules, wat heb je het snel gedaan, hé. Ik moet het onwijs snel gaan. Ja. Dat is echt niet normaal. Wat is niet normaal? Niet normaal snel. Is hij mooi, jongens? Is het een mooi kindje? Oh, natuurlijk is hij mooi. Kijk nou. Oh. Het is echt een mannetje. Kijk nou. Het is open. Screenshot even. Oh, het gezicht. Kijk nou. Hij heeft een mooie dikke lip. Oh, Livia, kijk. Kijk nou. Oh. Ik vergeet hem van Livia de box. Het is echt een raket, jongens. Ja. Jezus. Het is toch niet normaal? Ik denk dat het zo snel is gegaan voor die baby dat ze hem even laat liggen bij je. Jezus, Mina. Ja. Ja. Oh, hier, ik hou wel vast. Jij bent zwanger. Nou, Jules, wat een onwijs mooie bevalling heb je gehad, zeg. Nou, ik vond ook wel meevallen. Oh, gelukkig. Jezus. Ja, geen keer geschreeuwd of iets, helemaal niks. Wat? Heeft ze niet? Niet geschreeuwd? Helemaal geen geluid, helemaal niks. Hij is zo mooi. Ja, echt. Wat kijk nou, hoe bizar is dit, Livia, jongens? Livia, dit is je baby. Ik heb tijger met blauw haar gedaan. Ik ga voor jou. Nee. Dit is je neefje, Livia. Oh, kijk nou. Oh, jeetje, wat heb je. Nou, Sjoel, wat fijn, hè? Jeetje. Oh. Dit is toch niet normaal, jongens, wat hier gebeurt? Ja, joh, ik ben helemaal van slag. Ja. Ja, oh, gossie. Nu begrijp ik Sjoel pas. En je hebt toch ook heel erg lang gewacht met FaceTime? Ja. Ja. Ik ben gehecht. Ik mag niet van haar iets doen. Nee. Ja, dat maakt niet uit, joh. Sjoel, goed gedaan, hoor.
Ja, echt super knap. Echt super trots op je. Marie, brood! Oh, mijn brood! Oh, kut! Het is hier helemaal verbrand. Ik heb brood in een pan gedaan. Oh nee, dan gaat het ding weer af. Kijk nou. Oh, even natuurlijk een piemeltje. Ja. Het is een jongetje. Jules, hoe voelt dit? Daar. Is niemand bij je nu? Nee. Als laat hij even gewoon even acclimatiseren. Dat denk ik, omdat het los te gaan. Het is niet normaal. Nee, het is ook niet normaal. Ja, bizar. Voor jou ook, dus jij moet ook even rustig gaan blijven doen. Oh, kijk nou. Nou. Die honden snappen er ook niks. Ik ben mijn brood vergeten. Oh. Ik was het ook helemaal vergeten. Gas had aangezet. Dit is niet normaal, jongens. Het heeft iets van 6 uur geduurd, maar. 6 uur, serieus. Daar zijn we hoor. Mom en dad. Daar zijn ze. Hoe leuk jullie. Wacht even hoor. Hoe nieuwsgierig ik ook ben. Maar ik moest jullie er even op zetten. Ah, wat ben ik trots op jullie, jongens. Oh. Lekker naar huis. Yay. Auw. Lopen we dan. Oh, ik kan niet naar mijn deur worden gebracht, ik moet een stukje lopen. Oké, nu lijkt net of ik ben gevallen, hoe kan hij zien? Spannend, maar nee, dit is Julie. We zijn onderweg naar Sjoeltje, Mike en die kleine jongen. Super spannend. Ik wil nog niet de naam zeggen, wil ik aan haar laten doen. Ja, dat is wel leuk. En het is nu 6:15. Ja, daar speent je veel. Sorry. En we zijn nu onderweg. Ik ben heel zenuwachtig, hoe voel jij je? Ook. Harry en ik hebben de hele dag al niet gewacht. Geslapen, zoals je ziet. En soms hebben we echt van die huilmomenten. Dan breek ik ineens. Ja, mijn hele ogen zijn rood. Barsten uit. Straks helemaal natuurlijk. Ik ben nu even Jules zien. Ja. Maar ik heb er heel ontzettend gered. Veel Het is zo snel gegaan. Ja, bizar. Hadden jullie alles kunnen zien hoe het ging? Tenminste, toen we het feest nemen. Ja, onze eerste reactie. En hij beweegt gewoon niet. Nee, maar Livia ook niet. Ja, die zit nog helemaal in de trance. 24 uur, joh. Het is helemaal 3 dagen. Is hij helemaal overleefd. Ja. Weer baby. Ah, we zijn wakker. Ah, dit is Rocket. Onze lieve Rocket. Ja, ze hebben net best. Oh, boertje. Ah, die staat vast. Goed zo, liefje. Nou, net zoals een kleine rok. En ja, weer in Burberry. Zo zijn we ook het ziekenhuis uitgegaan met z'n drietjes. Allemaal in een Burberry outfit, maar dat gaan jullie ook zien. En die vraag ga ik wel allemaal beantwoorden, Marie. Kleine Rocket. Lijkt zo lekker, hè, baby. Maar ik heb wel zijn hele voorhoofd opgelikt als een leeuw, als een welpje. Nee, super lieve baby. Ik dacht dat wij een onrustigere baby zouden hebben, omdat wij zelf best wel... We zijn een beetje chaotisch, maar we zijn ook alweer heel relaxed. Dus dat helpt denk ik ook wel met de baby mee. En je ziet die super leuke ballonnen op de achtergrond van Rocket. Echt, die staan nog steeds. En Rocket is vandaag 15 dagen. De meeste reacties waren op Rocket zijn naam. En hoe zijn we op zijn naam gekomen? Wij hadden eigenlijk al 3 namen. We dachten eigenlijk dat ik een tweeling zou krijgen. Dus die 2 namen hadden we al. En dit was de 3e optie voor als we geen tweeling zouden krijgen. Rocket dan. En ik vond Rock altijd al mooi. Rogue vond ik altijd al mooi. En we wilden iets met een galaxy, space. En toen kwamen we op Rocket eigenlijk. Dus het is niet dat we dat al... Ik weet ook niet hoe we erop zijn gekomen. We gingen gewoon volgens mij alle space namen langs. Ja. En toen, ja, Moon vonden we ook heel mooi. Alleen dat hoor je wel wat vaker. En toen kwamen we denk ik gewoon... Ik dacht niet dat de zoon zou worden. Nee, we wisten ook niet dat we een zoon zou krijgen. Wat dachten we? Hadden eigenlijk alle meisjes namen 2 al. Want we dachten een tweeling meisje zouden krijgen. En dit paste daar ook weer mooi bij. En Rocket Star vonden wij gewoon leuk. Van Rock'n'Roll, Rockstar, noem maar op. Presley is vernoemd naar stiefvader. En dat vonden we leuk omdat we ook in Las Vegas zijn getrouwd. En Cigar is een benaming van allerlei mannen die belangrijk zijn in ons leven. Opa's, vaders en broer. Ja. En Cigar is natuurlijk, jullie vertalen het allemaal als een sigaar. Wat het ook eigenlijk is. Maar wij vonden meer de vorm van een sigaar weer op een raket lijken. Dus dat vonden wij dan weer leuk bij de naam. Aanpassen en het rijmt. Rocket Star, Presley Cigar. Dus ja. En we noemen hem, hoe spreekt hij het? Rocket, maar we noemen hem tot nu toe steeds Rock. Rock, die proberen we niet. Rock vinden we gewoon een stoere, korte, bondige naam. Rock. Ja. En hoe blij wij zijn. Heel blij.
Heel blij? Een heel lief babytje. Het is een hele lieve baby. Slaapt alleen maar. Je moet ook daarheen kijken. Ja. Hij slaapt heel veel, hij eet hartstikke goed, hij huilt niet. Super schattig. Op wie die lijkt, geen idee. Nee. Daar zijn we nog als enig niet over uit. Blauwe ogen. Tot nu toe heeft hij nog blauwe ogen. Dus ik hoop wel dat hij dat aanhoudt, maar ja. Bruin is ook heel ook fijn hoor, maar dan lijkt hij helemaal op Mike. Is het misschien nog wel leuker. Wat vind je ervan om een zoon te hebben? Heel leuk. Ja. Kun je niet wachten tot ik kan voetballen? Ja, kun je wachten tot hij al die jongens, dingen drinken. Met hem kan doen. Een drankje doen, voetballen, echt die stoere dingetjes. Hoe vond je de bevalling gaan? Niet normaal goed. Ik zie het stukje dat hij mij filmt in het ziekenhuisbed. Daar waren we persmeeën, dus ik ben echt heel zen gebleven. Dat dacht ik eigenlijk al hoor, voor mezelf. Ja. Maar je weet natuurlijk nooit. Tussendoor zit je alleen maar te lachen. Nou ja, niet alleen maar te lachen. Ik zat alleen maar grappig te maken. De bevalling, ja tuurlijk, doet onwijs veel pijn. Dat ga ik niet ontkrachten. Maar ik vond het reuze meevallen. Ja, eigenlijk wel. Chapeau, chapeau, chapeau. Ja. Mijn vliezen zijn dus om 5:30 s'nachts gebroken. Of s'nachts ochtends. Ja. En toen was hij eigenlijk heel vrolijk. Dat gaan jullie ook zien in de vlog. Het enige waar ik me gewoon heel erg op had gefocust is dat ik gewoon... Ik wilde gewoon zoals mezelf bevallen. Dus gewoon met mijn make-up en niet daar liggen zonder make-up. Want dat zou ik heel onvrouwelijk vinden. Ik persoonlijk zelf. Dus daar haalde ik heel veel kracht uit. Dus het moment dat ik mezelf gewoon had klaargemaakt voor mijn gevoel. Mijn haar, mijn nagels, had Mike nog gelakt. Had je lekker rust voor jezelf. Spreken had ik voor mezelf heel erg rust. En denk ik, oké, laat het nu maar komen. En gek genoeg had ik dat allemaal gedaan. Die dinsdag, want ik begin de vlog super schattig met dit is de laatste week dat ik zwanger ben en ik ga jullie hier meenemen. Niet weten dat het die nacht al zal gebeuren. Nee, het is echt bizar. Hij is natuurlijk 8 dagen eerder gekomen. Ja, Livia moet heel even erbij omdat ik met Jules thuis ben. Dus ik heb puur... Wel heel handig trouwens. Jules heeft alles in huis wat ik nodig heb. Wil ik mee te nemen? Alle boxen, alles staat hier. Nee. Dus de bevalling is jouw reuze meegevallen zonder pijnstilling. Uiteindelijk, dat wilde je ook eigenlijk niet. Want je trok het eigenlijk wel gewoon goed. Ja, ik was hier thuis. En toen mijn ouders en ik zelf vonden het toch wel heel fijn. Toch de allereerste bevalling in het ziekenhuis te doen. Omdat je toch niet weet hoe of wat. De complicaties eventueel. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dus dat heb ik toch gedaan. Alleen, ik had precies hetzelfde als Marie dat elk ziekenhuis vol was. Dus ik moest naar Amstelveen. Het is vanaf hier toch nog wel 40 minuten rijden. Ja. Hoewel mama het heeft gedaan in 30 minuten, denk ik, zoiets. Ja, heeft heel snel gereden. Nee, ik moest al snel rijden, want op een gegeven moment zag ze ook wel mij dat ik echt al persweeën had. En toen kwam ik aan in het ziekenhuis en toen mocht mama niet mee. Dus dat was wel heel, ja, heel erg jammer, vond ik dat. Ja. Toen heb ik moeten lopen naar mijn afdeling. Ja, bizar. Want er stond geen rolstoel, niks voor me klaar. En het is coronatijd, het was super druk en niemand die ons hielp. Maar ja, al met al, helemaal op de kamer aangekomen, had ik super artsen. En ook daarvan een verloskundige, nee niet verloskundige, noem je zo'n verpleging. Verpleging. Ja, verpleegster. Die mij hebben geholpen, want ik kwam heel rustig binnen ook. En misschien ook, Michiel was zo relaxed. Ik heb nog nooit iemand zo relaxed gezien. Dus meestal denken ze dan dat je geen pijn hebt. Nee, ik ben gewoon niet iemand die snel staat gillen. Misschien had ik het iets meer moeten aangeven. Maar ik was eigenlijk zoals nu wel, af en toe wel... Ik was iets angstiger. Ik was iets meer dat ik zei van, poeh, ik heb wel echt pijn. Ik gaf het gewoon wel toe. En jij was echt helemaal tot jezelf gekeerd. En gewoon echt tussen de weeën door heb je zijn ogen gefilmd. Zit ze echt zo lekker relaxed eigenlijk op zichzelf goed focussen. Ja, ik dacht gewoon van, als ik nu erg paniek raak, dan word ik nog moeier. Ja. Dus ik snap niet hoe mensen die focus kunnen hebben, dat ze kunnen gillen en alles. Ik moest gewoon voor mezelf, oké, rustig blijven, rustig ademen en weer voorbereiden op de week. En ik denk, heb je 5 minuten persweeën gehad en toen was je er wel? 15 minuten? Nee, ik heb 10 weeën gehad, dus elke week 2 minuten. Dus ja, 20 minuten was je er. Dus echt, wij hadden een groepsapp aangemaakt en Mike appte ons van, Jules al aan het persen, het gaat goed. Dat ik denk, oh my god. Ja. En echt, wij dachten dat hij misschien dezelfde tijd als Livia geboren zou worden, 12:19, maar dat was echt ver, ja, 11:49 is je uiteindelijk geboren. Dus nou echt, dus ik moet zeggen, mijn bevalling vond ik echt super goed gaan. Ook de hele ervaring in het ziekenhuis vond ik heel erg fijn, moet ik toch wel toegeven. Ja. Hoewel de volgende zegt dat het nog sneller komt, dus misschien dat ik dan toch wel voor de thuisbevalling ga. Want ik was 11:18 in het ziekenhuis gekomen en 11:22 begonnen met persen, dus dat had niet veel langer moeten duren. Nee, maar nu weet je ook wat je te wachten staat en het is gewoon allemaal bij je eerste, is allemaal nog een beetje onwennig. Dus ik heb ook geen... pijnbestrijding gehad. En tuurlijk doet het pijn, ondanks dat het kort was. Ik ga niet zeggen dat het geen pijn deed, maar ik vond het echt... meevallen. Ja, echt meevallen. We vonden beide ook, als we namens jou spreken, dat herstelperiode zwaarder dan de bevalling zelf. Moet ik zeggen dat jij wel een zwaarder herstel had, want ik was na een paar dagen alweer op been. Ja. Dus ik moet mezelf echt wel dwingen om rustig aan te doen. Dat is de enige. Maar voor de rest, nee. Ik moet zeggen, Rocket is super lief als baby. Hetzelfde als Lilo eigenlijk, als Livia. Ja.
niet slaapt. En ook al met zijn handen in zijn gezicht. Ze zijn echt, lijkt net ook een tweeling. Ja. Terwijl ze echt niet op elkaar lijken. Nee, ze lijken allebei echt heel erg op de papa's. Ja, ik vind, ik weet niet of je erop lijkt. Misschien wel een beetje op mij toch. Ja, misschien wel. Ja. Dus al met alles, ik vind het heel bijzonder dat we allebei nu gewoon een baby hadden kunnen delen. We kunnen niet wachten tot Romeo valt. Ja, nu is Romeo in de beurt. En ik moet zeggen, Romeo kon natuurlijk een beetje afkijken. Kon eerst aftellen van, oh, eerst Marie en dan Julie en dan moet ik pas. Maar nu moet zij echt bijna al. Dus ja, nu focust ze echt op zichzelf en kan ze een beetje minder zorgen over ons maken. Maar we gaan er helemaal doorheen helpen. En ja. Zij heeft twee, nou ik wil niet topvoorbeelden, maar ze heeft twee gewoon goede voorbeelden gehad hoe een zwangerschap of bevalling ook kan zijn. Ja. Dus dat ga je helemaal rocken Romeo. Ja, je kan alles niet rocken. Rock your world. Oké, Jules is gisteren bevallen. I'm back on track. Ik was gisteren echt één wrak. Het leek net wel of ik bevallen was in plaats van Jules. Ik was zo emotioneel. Omdat ik wilde dat alles goed ging en het gezond ging. En het ging zo snel bij Jules dat ik echt in een rollercoaster dacht van wow, what happened? En ik heb hem gisteren ontmoet, de kleine lieve jongen. Ik ga het nog niet zeggen, want dat wil Jules doen. En ik ben mega gelukkig. We gaan vanavond weer bij haar eten en met de kleine en mij. Livia is dan zo groot vergeleken, dat jongetje al. Het is echt ongelooflijk. Jules heeft het mega goed gedaan. Ik ben super trots op. En nu is Romee aan de beurt. Nu kan Romee zich volledig focussen op zichzelf. Dit maakt het natuurlijk heel erg druk om haar kleine zusjes. Eerst ik bevallen, dan Jules. En dat is ook wel een beetje last van haar schouder dat het allemaal goed is gegaan. En zij kan dit ook. En Romee en Daan, hun babytje, is er bijna. Dus het is echt super leuk dat we het bijna hebben gedaan allemaal. Sorry, ik word echt onderbroken. Ik zit hier in de steiger. Zo'n man zit echt naar me te kijken. Wat ben je aan het doen? Dus ik was eventjes afgeleid, oh my god. Ik heb hier dus al iets van 2 maanden mannen voor me werken. En met borstvoeding geven moet ik altijd mijn ramen en zo dicht doen. Maar ik vind het echt veel vervelend. Nou, vind jij het ook vervelend, Frank? Ja. Dus, sorry, het is heel rommelig. Ik ga zo naar Jules toe, dagboekzetting voor jullie opnemen. Jawel, Jules wil dit ook heel graag voor jullie doen, ondanks dat het beval is. En sorry weer dat het later is gekomen, maar het is een beetje hectisch geweest, zoals jullie kunnen begrijpen met de bevalling. En Jules had best wel veel last van de laatste loodjes. Ik geef Liviaatje eventjes. Dit is echt een super lief pakje. Van Coco Chanel. Oh, wat ben jij aan het doen? Heb je honger? Gaat mama je even eten geven? En dit super lieve dekentje van Petite Sarah, met je eigen naam, erin geborduurd. Geweven bedoel ik. Ja, hi, ben je zo'n mooie meisje. Dus wij gaan zo weer naar een kleine jongetje toe. Ja. Dit werd er bij ons afgeleverd. De naam Rocket uiteraard. Met allemaal sterballonnen. En het allerleukste is ook nog het weer. Kijk even wat een sneeuw is in wakker zijn geworden. Kleine, die heeft ook alvast een sneeuwmutje op. Daar gaan mijn ouders hoor. Ik heb even een dutje gedaan. Love jullie. Ze zijn helemaal voor onze sneeuw, sneeuw getrosseerd, hè Stinky? Zodat ik even een dutje kon doen. Want de kraamzorgster Joyce, die kon wel komen, maar het is natuurlijk zo... Oh ja, je weet natuurlijk niet welke dag het is. Het is vandaag zondag, 7 februari. De dag had het zo erg gesneeuwd in Nederland. Dus ik heb tegen mijn kraamverzorgster gezegd, blijf lekker thuis. Ik ga het vandaag zelf proberen, dag 3. Dus ik vind het best stoer van ons, van mij en Mike. Dat we dat gewoon gaan doen. Of ze aan doen zijn. En het gaat hartstikke goed. Hij eet, hij drinkt, hij slaapt. Een wijs tevrede mannetje. Hij zit in nu zo'n dokkedok. Sleepy head voorheen heette dat. Echt ideaal. Ik zit lekker in mijn Skims badjasje. Stinky zit lekker hier. En ik moet zeggen, ik me helemaal lekker voel. Mike was vannacht voor mij de hele nacht bijna opgebleven. Ik kon slapen tussen de borstvoeding door. En we vonden het nog eng om allebei in slaap te vallen. Dus hij is nog wakker gebleven voor ons. En nu zit ik lekker op de bank. En dan ga ik hem zo wakker maken. Zo helpen we elkaar een beetje met de kleine. Maar we zijn verliefd. Ik ga even filmen voor jullie. Ja, dat iedereen het over zijn eigen kindje vindt. Maar dit is toch het allerliefste wat je ooit hebt gezien. Hoe lief is die? Onze kleine Rock. Nee, Rocket. Blauw zit hem ook super leuk, moet ik zeggen. Super schattig. En de ballonnen staan er hartstikke mooi bij. Van Hip Hip Hooray. En ik heb die mooie bloemen van mijn nichtje gekregen. En mijn zwager. En allemaal sterrenballonnen. Dus ik kijk heerlijk op zijn naam uit. Ik heb mijn slofjes weer aan. Kaarsje aan. Dus ik moet zeggen, het gaat helemaal zen hier. Even een update vanuit mij. Zo begon ik ook de vlog met mijn buik. Current situation is dit. Dit laat ik jullie ook eventjes zien. Hoe het er nu uitziet. Corrigerend zwart broekje. Zo'n hele grote. Voedingsbra. En lekker mijn Reiners outfit. En ik ga nu de tanden poetsen. En even met die kleine op de bank zitten. Jullie zonder buik. Heel raar. Maar goed. Je krijgt altijd bloed heet. Ja. En dorst of niet? Nee, dat niet. Oh, ik wel. Zitten dan met de baby's? Ja. Op de film van ome Willem. Ik had eigenlijk dicht naar rechts kunnen doen. Over elkaar heen. Ja, jullie hadden net zo goed kunnen ruilen. Ja. Nou, Romee, de middelste stoel is nog vrij. Ja. Tussen jullie en Marie in. Lach, hè?
Oh, oh. Dat is wel haar, hoor. Meer haar als Nivea. Mijn kinderen, ja, met een kind. Ja. Echt heel gek dit. Superleuk. Oké. Okay. Wij gaan voor het eerst naar buiten. Deze kleine teddybeer. In de sneeuw. Da, 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 da. Nou, we hebben 5 minuten buiten gelopen. Jullie zijn bijna. Ja. Oh. Ook uitkijken, Joyce. Oh, ja. Rocket zit lekker warm. Stinky ook. Oké, okay, het is dag nummer 7. Hallo, mijn lieve vriend. Ik ga zijn luier verschonen. Het is een beetje gekke dagjes geweest. Ik ben heel emotioneel geweest door de kraamtranen. Maar hij is zo lief. Je bent de allerliefste baby. En ik ga jullie zo even meer een update geven. Maar ik ga even snel zijn luier verschonen. Hallo. Heb jij een poepie gedaan? Kijk je nu weer met zijn oogjes open. Hallo, liefde. Hallo. Hallo, Rocket. Ik ga het zo stuk om hem als hij dus nu dat hele wakkere heeft. Doe je mondje normaal. Ah, ik moest het snel filmen. Oké. Hij heeft honger, hè? Je hebt honger, hè, vriend? We gaan lekker eten bij mama. Oeh, lekker eten bij mama. Lekker soepje. Ja, oké. Okay. Ja. Is hij er eindelijk, hè, lief? Lekker bij papa. Papa op schoot, hè, Rocket? Rocketstar. Hoe schattig zo. Dit is wel echt het allerliefste gezichtje zo. Oké, okay, een update postbody. Hoe zeg je dat? Dit is nu de update, nou een week. Je ziet nog best wel wat je wel flubber. Maar op zich gaat het de goede kant op. Ik draag dan een heel strak onderbroekje, als het niet te strak zit. Op mijn gevoel houdt het wel strakker. En de voeding BH is everything now, met van die pets. Heel charmant. En ik ga nu even douchen. Ik kan je ook eindelijk onze box laten zien. Maar stond de naam opgeborduurd. Rocket Star. En ook op de zijkant. Made by Julie en Mike. Die van kantoor gekregen. Ook met de datum. En van Clean Glow. Hij is super mooi babyblauw. Het is een soort van badstof, zoals jullie kunnen zien. En een grijze box. En daaronder ligt dan ook nog zijn naam Rocket. Zullen we eigenlijk niet heel goed zien. Maar dit hebben wij dan aan verlenging van onze eettafel staan. Wat nu even vol is met alle kinderkaarten die we moeten versturen. Maar hoe mooi is dit gedaan? Zo blij mee. Dat hebben we bij Estilio geregeld. Dus ik zal even een tagje aan toevoegen. Oh ja, en we zijn de eerste 2 weken thuis gegaan. Ik had een super fijne kraamzorgster. Ja. Dus dat is echt een topper. Die blijft ook oppassen op kleine Rock. Ja. Dus daar ben ik super blij mee. Dus dat heeft ook wel echt geholpen, moet ik zeggen. Ja. Ik heb zelfs 1 dag die zondag met die sneeuw zelf gedaan met Mike. Want ja, het was geen doel. En het ging eigenlijk al goed, maar ik was toch wel blij dat die dag erna kwam. En ik heb er nog steeds op de app, dus af en toe stalk ik er. Ik noem het stalken. Ik denk, ja, ik zou mezelf wel irritant vinden. Maar ze vindt het helemaal leuk om mij op ons te helpen. Ja. En ik bel Marie heel vaak in de avond als hij net niet de borst wilt nemen. Of zegt ze, oh, dan moet je hem iets meer zo leggen. En dan heeft ze eigenlijk ook weer gelijk. Dus ja, tot nu toe gaat het allemaal van een leidakje. Ja, het klinkt leuk, maar als het echt niet zou gaan, dan had ik het ook wel gezegd. En ik had de kraamtranen heel erg. Ik heb het nog steeds wel een beetje. Ja, ik niet. Beetje. Ik heb er totaal geen last van gehad. Jij wel. Ik kan nu bijvoorbeeld echt huilen dat Rocket al 2 weken is. Ja, het is zo groot. Dus wat ga je in de volgende week vlog zien? Ik heb een newborn shoot met kleine Rock en Mike. Ja. Dat vind ik echt leuk. Wat ga je zien? Nou, voornamelijk veel Livia Rocket nieuwe collectie van Rijn. Wordt heel goed gereageerd. Ja. Ze ziet heel veel op mijn kantoor. Ik heb het nu ook aan. Ja, dat was je wel even leuk om te laten zien. Baby Blue. Ik heb nu de Lila set aan, zoals je ziet. En ja, ik draag nu alles in het blauw. En ik heb het gewoon S. En ik had heel veel meiden te vragen. Dat ze zeiden, ja, ik heb juist op deze arm een tatoeage. Maar kijk, er zit alleen een labeltje in. Ga ik draaien? Ja. Maar je kan hem dus ook gewoon zo dragen. Alleen een voorkantje, dat labeltje. Maar dat is echt zo. Het zijn 2 puntjes. Ja, het zijn dus 2. Kijk, kan je misschien laten zien. Een close-up. Want heel veel meisjes vroegen dat. Maar kijk, je hebt dan alleen hier dat labeltje zitten. Maar die kan je natuurlijk uitknippen. Maar ik vind het dan niet storend, die 2 puntjes. En dan kan je het ook gewoon op linkerarm dragen. En dan kan je op linkerarm dragen. Je kan alleen niet de broek draaien, maar wel de rok en de jurkje. Dus zo kan je het ook gewoon dragen. Dus dat is het enige wat ik heel snel van mijn outfit wilde laten zien. En voor de rest, een nieuwe collectie is binnen. Dus Marie zal dit voor jullie filmen met mij samen. Ik zal ook mijn outfit even laten zien aan jullie, wat ik aan heb. En qua maatvoering, wij dragen gewoon S, maar je kan ook XS of M aan. XS als je dat korter wilt dragen. En M als je de top wat langer wilt dragen. Tikketje. Ah, dat is nu zo zwaar vergeleken, Rock. Nou, ik heb heel even net Livia borstvoeding gegeven. Dus ik heb geen body aan. Helemaal vast. Maar dit zijn de cuffjes. Ik draag hem in de maat S. En ik heb ook de legging erbij. Maar je ziet helemaal niks. Dus ja, goede outfit. Goede outfit dit. Van ons bij. Maar goed. Nou, dank jullie wel weer voor deze vlog te bekijken. Ik denk dat het echt een van onze beste, leukste
mooiste en dierbaarste vlog is geworden. Ja. Met Livia de geboorte natuurlijk. En het is super leuk om terug te kijken. Dus laat ons voornamelijk weten wat jullie van de vlog vonden in de comments. En heel veel love van ons. Livia love. Livia love. Oh, love Reiners. Ja. Dag. 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 Zo raar om de baby met jou te zien. Hè? Livia dan met jou? Ik ben gewoon mama. Ja. We zijn gewoon mama. Lekker bij papa. Ik heb een hele blauwe. Papa.